Dus in een Big Mac, laat deze heel goed op. Als je het zo bestelt, slaat het helemaal nergens op inderdaad. Welkom in ons aardappellab, oftewel het aardappel. Wij hebben weer een heel leuk nieuw experimentje. Ja, want we hebben al eerder getest of je met een aardappel stroom kon opwekken om een klokje te laten lopen. Dat was gelukt. Maar kun je er nou ook echt je telefoon mee opladen? Wij gaan het proberen. We hebben een aantal aardappels. Kan het met een truffel aardappel, kan het met een hele grote of kan het met een gewone? Een grote? Het zou wel leuk zijn als het meteen lukt, hè? Oh, ja. Oh, ik heb echt gezien in filmpjes dat dit lukte. Was dat niet gewoon nep dan? Nou, probeer hem even een ander stuk. Super grappig dat jij denkt dat je je telefoon op kan laden in roomijs. Omdat er veel calorieën in room zitten. Dus hoe meer calorieën, hoe sterker die oplaadt. Ja, dat is de energie toch? Dat is toch wat het is, hoeveelheid... Klopt. Dus in een Big Mac, laat deze heel goed op. Als je het zo bestelt, slaat het helemaal nergens op inderdaad. Hoeveel eieren zitten er in een dozijn? Oh, wat? Het ligt eraan of je pakje van 6 koopt of een pakje van 12. We proberen hem nog een paar keer, maar dan is dit ook wel voor eens en voor altijd de wereld uit, snap je? Aardappel werkt beter dan een citroen of een citroen werkt beter dan aardappel, maar dat was ook voor die klok volgens mij. Kunnen we dat niet proberen dan? Je hebt geen citroen, ik heb wel een sinaasappel. We proberen het. Alle soorten fruit. Pak alles wat je hebt. Avocado's. Avocado! Gaat dit splashen. Oh, nee. Nee, dus het werkt ook niet in een sinaasappel. Maar dan weten we in ieder geval zeker dus nu dat het niet werkt. Ja, precies. Sorry.